groot, lelijk en gevaarlijk. De rode steentjes die meer dan 30 jaar in de binnenstad lagen, hebben heel wat commentaar over zich heen gekregen. Nu gaan ze eruit en worden vervangen door grijze stenen. Maar of dat een verbetering is, daar zijn de meningen over verdeeld. Ik had het persoonlijk wel leuk gevonden als het karakteristieke roze wel terug was gekomen. Red is... it's not fashionable, I think, anymore. Ik vind die nieuwe tegels vind ik stukken mooier dan de tegels die er nu eigenlijk liggen. Ja, ik vind het eigenlijk wel wat leuker met zo'n sfeertje. Ik vind dat wel heel stijfjes eigenlijk. Misschien wel wat moderner, maar ik denk dat het al modern genoeg hier is. De rode stenen werden aangelegd in het begin van de jaren 90, tegelijkertijd met de bouw van de Heuvelgalerie. Destijds gaf het de hele binnenstad een nieuwe look, maar inmiddels heeft de tand destijds zijn werk gedaan en zijn de rode klinkers op sommige plekken echte struikelstenen geworden. Ik denk als mensen de nek willen breken, als ze hier veel moeten wandelen. Ik heb wel het idee dat ik hier vaak ga struikelen, denk ik. Ik denk dat als de straat wat terecht te maken, dat een groot verschil gaat zijn. Heeft u het zelf ooit meegemaakt dat u hier bent gevallen? Nou, gevallen is wel gestruikeld. En dat is al net zo werk. Ja, kijk, als je valt, dan kun je van alles breken en doen. En struikelen, ja, dan valt het nog meer spieren verrekken natuurlijk. Maar, ach ja. Al in 2006 werd er gesproken over het vervangen van de rode stenen. Maar pas nu, in 2024, is het zover. De kosten zijn inmiddels flink opgelopen, want voor de herinrichting van de stad telt de gemeente zo'n 18 miljoen euro neer. Ja, ik vind dat belachelijk. Je kunt natuurlijk niet aan mensen uitleggen dat er geen geld is voor kinderopvang of voor GGZ. Dat er dan wel geld is voor zo'n flop als dit, gaat natuurlijk helemaal nergens over. Het loopt op tot in de miljoenen. Wat vind je van die prijs? Zo duur? Ja, dat vind ik wel een beetje overdreven. Ja, ik weet niet of dat het echt waard is. Ik denk dat je dat beter ergens anders in kan besteden eigenlijk. Wat vindt u er een flop aan? Nou ja, dat het zo ongelooflijk veel geld kost, zeg maar. Dat je zelfs met een klein beetje gezond verstand, als je er niveau gestudeerd hebt, al van tevoren kunt zien aankomen van dit gaat gewoon niet goed. En dan denk ik van ja, waar ben je dan mee bezig? Daar word ik best wel kwaad van. Af en toe, ja, dat ik denk van nou, vind ik niet oké. Wat er met de rode steentjes gaat gebeuren, is nog niet bekend.